Ik weet niet of jullie Sintens kennen. Toen ik er 7 jaar geleden voor gevraagd was, ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht dat het een softwarebedrijf was. En het bleek dus een innovatiecentrum voor MKB-bedrijven te zijn. Een fantastisch initiatief waarbij wij zorgen voor nieuwe verbindingen, inspiratie, ook voor nieuwe omzet. Dat doen we bij ongeveer 10.000 bedrijven. Maar toen ik kwam, dachten ze, jij komt van de KNVB. Jij gaat zorgen dat we het NOS-journaal gaan halen, dat we de grote kranten gaan halen. En dat heb ik juist niet gedaan. Integendeel zelfs. Want ik ben gaan kijken van waar zit de kracht van de ondernemer. Wat lezen zij? Wat vinden ze belangrijk? Door wie laten ze zich inspireren? En dat bleek dus bijvoorbeeld de vakbladen te zijn. De aannemer, vraag en aanbod, skipper. Bladen die ik niet kende, jullie misschien ook niet. Maar dat zijn wel de vakbladen waar de ondernemers zich door laten inspireren. Ik heb daarna gekeken. En al die bladen had ik niks te bieden. 0 euro. Alleen content, want we hadden allemaal prachtige verhalen over innovatie. Waar bedrijven mee bezig zijn op het gebied van sociale innovatie, technologie, productinnovatie. Die klanten die wilden wij graag de media geven. En die gaven wij aan de topbladen, de vakbladen. En al heel snel kwam ik daarbij in contact met BIS. BIS is het vakblad voor ondernemers, precies in onze doelgroep. En die wilden graag de mooiste cases van Nederland in hun blad hebben. En zo hebben wij de MKB Innovatie Top 100 bedacht. Met een budget van welgeteld 10.000 euro. Inmiddels is het budget al 30.000 euro. Maar we zijn wel de grootste innovatieprijs van Nederland geworden. En hoe doe je dat? Met weinig geld. Maar wel met heel veel samenwerking. Ontzettend veel inspiratie geven. Elkaar helpen. Om een voorbeeld te geven wat een van de succesnummers was, is dat BIS zo enthousiast was over de top 100, dat ze een special gingen maken van maar liefst 24, 28 pagina's. Over de rol van innovatie voor het bedrijfsleven, de positie van Sintens. Helaas, vorig jaar overleed BIS. En wat doe je dan? Mediapart, ik hoorde net in Enschede ook, van hoe vind je dan eentje? Ze stonden op de rij. De Telegraaf wilde meedoen. Financieel Dagblad had interesse. Sprout wilde meedoen. Maar we kozen voor het NRC. We mochten kiezen voor het NRC. En NRC had dat nog nooit gedaan. Maar waarom deden ze dat? Ze zeiden, ja, jullie zijn een betrouwbare partner. Jullie delen de kennis. Jullie willen delen. En een van de zaken die ik kon inbrengen was, Mercedes-Benz wilde heel graag de claim van innovatie hebben. Zij gingen adverteren in het NRC voor maar liefst 100.000 euro. Sintens had er niets aan overgehouden, maar heel veel respect bij NRC. Want NRC heeft dit jaar voor het eerst in de geschiedenis 16 pagina's gratis aan innovatie besteed. Om ons, al onze klanten, een podium te geven. En wat betekent dat? We kregen ook autoriteit. Want wie was Sintens? Ministers komen nu, Jan Kees de Jager. Alexanderina Kan, een van de belangrijkste mensen in ons land. Die zit zelfs in onze jury. Maar ook Jan Arend Marjorg is dit een van de experts die bereid is om de voorselectie te doen. Zo hebben wij een netwerk gebouwd met veel bekendheid. Een bekendheid die zo groot is dat het zelfs een punt van zorg is. Hoe gaan we hiermee verder? Want we hebben er nu inmiddels allerlei profielen op via LinkedIn, via Twitter, YouTube. Maar hoe gaan we nu dit nog verder uitbouwen? Want we zijn nu 7 jaar, we zijn de grootste prijs. Zodanig zelfs, dat als je googelt op MKB Innovatie Top 100, dan zie je waarschijnlijk 3, 4, 5, misschien wel 10 keer meer vermeldingen dan de naam Sintens. Dus we zijn zo groot geworden, dat dat ook een punt is van hoe gaan we dat verder managen. Niettemin zijn er nog enorm veel mogelijkheden voor de top 100 voor de komende jaren. Dat is ook de reden waarom ik nog heel graag bij Sintens werk. Want we zijn nu al bezig met voorrondes. De provincie Gelderland heeft de ambitie om de top 100 te selecteren, waarmee ze kandidaten kunnen selecteren voor de top 100. We zijn met afterparties bezig. Ik ben 2 jaar geleden bij de provincie Brabant geweest. Die hield een afterparty voor de bedrijven, de top 100. Met een budget 3 keer zo groot als het budget van de top 100. Ongelooflijk. Maar we zijn ook al bezig met lezingen. De top 100 mensen worden uitgenodigd. Die mogen de beurs jaarlijks openen. Dat is een standaard. Want ze vinden het prachtig om te geassocieerd worden bij innovatieve bedrijven. Maar goed, dit was mijn verhaal. Ik hoop dat ik jullie een beetje mee heb kunnen geven dat je met weinig geld, maar vooral door goed samenwerken, het concept goed te bewaken. Want dat is wel een van de problemen tegenkom. Nu succesvol, iedereen wil je adviseren hoe je het moet doen. Van de catering tot de locatie, tot welke gastsprekers je moet hebben. Je moet daar bovenop zitten om het concept te bewaken. Maar als je het goed doet, kun je komen. Dus vooral doorgaan. Thank you.